Deze kipfilet kost 14 euro per kilo. Deze biologische Beter Leven kipfilet kost 28 euro per kilo. Nou, het lijkt hetzelfde, maar dat is het niet. Nou, misschien is dat ook wel zo met dit soort smartphones. Dit is de Fairphone 2. Nou, net als bij die biologische kipfilet komt deze telefoon op een nettere manier tot stand. Nou, behalve kunststof en glas komen er ook allerlei schaarse materialen aan te pas, zoals tantalum en wolfraam. En de omstandigheden waarmee die materialen door mijnwerkers uit de grond worden gehaald, nou, die zijn soms echt niet al te best. Nou, bij Fairphone proberen ze dat te verbeteren. Ze gaan ook echt kijken in die mijnen en ze proberen ook echt andere keuzes te maken op dit gebied. Nou, we gaan de Fairphone 2 van dichtbij bekijken en trouwens ook van binnen. En goed, als ik ga kijken, ik vind hem niet echt mooi. Wat kun je ervan vinden? Het is een rechthoek, net als veel andere smartphones. Maar als je van dichtbij kijkt, zie je dat het gewoon niet zo mooi is afgewerkt. Het is een beetje krom loopt het hier en daar. Dus dat is niet zo fraai. Verder is het toestel ook best wel dik. En nou, dan hoop ik maar dat er een grote accu in zit. Maar dan hier, dat vind ik echt helemaal geweldig. Ontworpen om open te maken staat hier. Nou, dus laten we dat maar gaan doen. Hier zien we de accu. Nou, die is bij andere toestellen steeds vaker ingebouwd, maar hier kun je nog steeds simpel vervangen. Ik hoopte eigenlijk al op een wat grotere accu. Hij is 2420 mAh en dat is niet echt groot. Nou, dat heeft alles te maken met het gevecht aan ruimte in zo'n smartphone en we gaan zo zien hoe dat komt. Hier zie je nog een SD-kaartslot. Nou, hij heeft al 32 GB opslaggeheugen, maar je kunt het dus nog uitbreiden. Nou, het is verder een dual SIM toestel, dus je bent niet echt gebonden aan één provider. Dan het scherm. Nou, dat is Full HD en het ziet er echt prima uit. Alleen het contrast neemt iets af als je meer onder een hoek kijkt. Het scherm dat is een plaatje glas en dat kan stuk gaan, ondanks dat het in dit geval een stukje extra stevig Gorilla Glas is. En als je dat normaal gesproken wil laten vervangen, dan kan het behoorlijk prijzig zijn. Nou, in dit geval kun je het scherm heel makkelijk uitnemen en eigenlijk alle onderdelenprijzen van de Fairphone die kan je gewoon opzoeken op de website en ook daar bestellen. In dit geval kost het scherm ongeveer 87 euro. Nou, dat lijkt een redelijk bedrag voor zo'n scherm. Nou, het scherm kun je dus loshalen zonder een schroevendraaier, maar wil je nog meer vervangen, dan heb je wel een schroevendraaier nodig. Nou, een aantal van die onderdelen die zijn als module los te nemen en bijzonder, er zijn geen priegelige draadjes of zogenaamde bandkabeltjes en er is ook niks gelijmd. Nou, er zijn hier wel wat verende contactjes. Het ziet er eigenlijk best wel degelijk uit. Maar je ziet ook wel dat het wat meer ruimte inneemt. Dus nou ja, dat maakt het toestel uiteindelijk wel wat dikker. Dit is de camera. Dat is een 8 megapixel exemplaar. En in theorie zou je daar hele mooie plaatjes mee moeten kunnen maken. Maar in de praktijk vond ik het toch wel een beetje tegenvallen. In theorie zou die trouwens ook moeten kunnen worden vervangen door een betere, maar de vraag is of dat echt gaat gebeuren. Dit is het hart van de telefoon. Nou, er zit een zogenaamde Snapdragon 801 processor in. Dat is wel oké, maar het is niet meer het nieuwste en ook niet meer het snelste. Hij heeft 2 GB werkgeheugen. En net wat meer had dat toestel toch wel wat meer toekomstbestendig gemaakt. En je kunt het ook niet echt makkelijk uitbreiden. Nou, dan komen we nu bij het laatste onderdeel. De software of het besturingssysteem. Dat heeft alles met de levensduur te maken. Goede software houdt je toestel functioneel en veilig. Software kun je als gewone consument niet echt zelf eenvoudig repareren, dus je bent echt afhankelijk van de fabrikant. Nou, het is hier wel opvallend dat Fairphone, die zegt duurzaamheid heel belangrijk te vinden, toch maar 2 jaar garantie geeft op de softwareondersteuning. Google zelf geeft bij de Nexus toestellen wel 3 jaar, maar dat is eigenlijk alleen maar als je hem direct bij de introductie koopt. Deze Fairphone 2 werkt nog met Android 5.1. Nou, de eerste Fairphone die is zelfs nooit verder gekomen dan Android 4.2. Nou, men zegt dat er is van geleerd van de eerste Fairphone en dat er nu andere keuzes zijn gemaakt die uiteindelijk zo'n update naar Android 6 gemakkelijker zouden moeten maken. Maar er is ook geleerd om niks te beloven en nu weten we dus nog steeds niet zeker of Android 6 echt mogelijk wordt. En dat is op dit moment, nu Android 6 er echt is, dat is wel echt jammer. Updates zijn belangrijk omdat ze je toestel beter maken en ook veiliger. Maar Fairphone deed met het eerste toestel best wel haar best. Er kwamen echt wel veiligheidsupdates, ook voor het Stagefright lek. Zie trouwens voor het Stagefright lek onze actiepagina. Nou, dat is voor een toestel met Android 4.2 echt wel uniek. Helaas zijn nog niet alle Stagefright lekken op dit moment gedicht voor dat toestel.
Toch nog iets positiefs. Als je niet kunt programmeren, dan kun je de software ook niet zelf repareren. Maar je kunt soms wel het hele besturingssysteem, zeg maar de hele motor, vervangen. Nou, net dat heeft Fairphone wel wat makkelijker gemaakt. Daar hebben ze een speciaal menu voor. Maar veel keuze in de andere motoren, die is er nog niet. Maar binnenkort is er wel Sailfish en dat is echt wel een leuk alternatief voor de liefhebber. We gaan dit toestel nog meenemen in de vergelijkende test, want meten is weten. Mijn verwachting, nou, die Fairphone kan qua prestaties goed meekomen met smartphones van iets meer dan een jaar geleden. Toch betaal je nu €530 voor zo'n Fairphone 2. Nou, er zullen zeker toestellen zijn die beter presteren voor dit geld. Maar misschien zijn die producten ook alweer wat te goedkoop. Eigenlijk net als die kipfilet waar ik in het begin mee begon. Conclusie. Nou, deze Fairphone 2 doet echt heel veel goed. Hij is makkelijk repareerbaar en Fairphone doet ook echt haar best om die arbeidsomstandigheden te verbeteren en om dit soort producten meer duurzaam te maken. Daarnaast zijn ze ook heel transparant. Nou, het zijn allemaal zaken waar die grote merken zoals Apple, Samsung, Huawei enzovoort, nou, die zouden daar echt een voorbeeld aan kunnen nemen. Al die transparantie levert trouwens ook af en toe kennis op die je weer kunt bekritiseren, zoals die 2 jaar garantie. Maar ook dat hoort natuurlijk wel weer bij het fair zijn. Nou, verder, als iemand je vraagt, wat heb jij nou voor een lelijk toestel? Dan heb je tenminste wel echt een goed verhaal. Wil je meer weten? Kijk dan op onze website. En in dit geval ben ik ook extra benieuwd naar hoe je denkt over dit toestel. Het is wat duurder, maar ja, het wordt op een betere manier gemaakt. Zou je dat er bijvoorbeeld voor over hebben? Nou goed, heb je nog vragen of wil je hierop reageren? Stel die dan onderaan deze video.